Om te voldoen aan de wereldwijde standaard voor de promotie, transparantie en verantwoord beheer van olie, gas en natuurlijke hulpbronnen is in dit kader de Suriname EITI website gelanceerd in de vergaderzaal van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Suriname heeft zich met de toetreding tot het EITI ook gecommitteerd om de wereldwijde standaard voor de promotie van transparantie en verantwoord beheer van olie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. De EITI-standaard vereist namelijk dat landen actuele en accurate informatie publiceren over hun beheer van natuurlijke hulpbronnen, inclusief de manier waarop concessies worden toegewezen, de bedragen die bedrijven betalen aan belastingen, royalties, sociale bijdrage, maar ook hoeveel de overheid heeft kunnen innen op nationaal en lokaal niveau uit de sector. Via de EITI krijgen de overheden, bedrijven en burgers inzicht in wie er in de sector actief is en onder welke voorwaarden hoeveel inkomsten worden gegenereerd, waar het terechtkomt en aan wie het ten goede komt. In feite met het EITI is het de bedoeling, en dat is dus ook het streven, ook in Suriname, dat met het EITI beleidsmakers, investeerders, overheden, maatschappelijke organisaties, academici, journalisten, het grote publiek, over transparante en geverifieerde informatie met betrekking tot de mijnbouwsector beschikken. Deze informatie draagt bij aan een goed onderbouwd en verantwoord debat over de financiële stromen tussen de delfstoffensector, waaronder de mijnbouwindustrie en de overheid. Zo kan er natuurlijk ook gewerkt worden aan gerichte hervormingen om corruptie tegen te gaan en goed bestuur te bevorderen. Ik denk dat we zeker met deze eerste stap, weliswaar niet op het moment waar het zou moeten, maar zeker wel hebben we bewezen dat we toch wel met de deadline die ons is opgelegd van 24 mei het wel hebben gehaald. Het bewijst ook dat dingen beter kunnen. En ik denk dat we op deze ingeslagen weg uiteraard, zeker als multi-stakeholdersgroep, maar zeker de overheid, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, een goede basis hebben gevormd om met elkaar door te gaan en dit proces verder te ondersteunen. Dit rapport dat wordt geproduceerd is niet eenvoudig. En ik denk dat alles en iedereen die met data werkt en werken, weten dat het opzetten van een nieuw informatiesysteem, het crosschecken van informatie en het kunnen laten streamlinen van de informatie een hele zware en hele pijnlijke taak is. En ik denk dat de directeur het ook al eens eerder heeft gezegd, het vraagstuk van capaciteit speelt een hele belangrijke rol. Alvast is het absoluut nieuw. Het wennen aan elkaar, werken, samenwerken als één team is alvast een uitdaging op zichzelf. En twee, het formaat waarin je gaat opereren, dat ook helemaal nieuw is, is een extra uitdaging. Dus ik feliciteer de gemeenschap, de bedrijven, de NGO's, in dit geval Projecta. Ook de independent administrator met het consultatieproces, het technische know-how, om dit in feite klaar te kunnen spelen. Ik moet zeggen dat wij als land er niet onderuit kwamen. Willen we zaken doen, willen we bijbenen, willen daadwerkelijk de stappen maken in de richting als mijnbouwland. Want je kan produceren als mijnbouwland, je kan bedrijven hebben in land. Maar wanneer je de wetgeving, wanneer je geen transparant beleid op nahoudt, wanneer je als land de nodige structuren niet hebt, dat investeerders steeds meer geïnteresseerd raken om te komen investeren in je land, ben je nog geen mijnbouwland. En ik denk met deze stap dat we zeer zeker een belangrijke stap hebben gezet in een stukje van transparantie, het tegengaan van corruptie, maar ook de wereld te laten zien wat we doen met de inkomsten uit onze mijnbouwsector. Belangrijk ook nog
aan de orde te stellen is dat de wereld die is zodanig met elkaar verbonden, de opkomst van technologie, dat mensen heel graag willen weten wat er in jouw land gebeurt. Dus van belang is ook die technologische ontwikkeling, dat gepaard gaat, dat mensen makkelijk met een druk op een knop kunnen zien wat er in Suriname gebeurt, hoe we het doen, wat zijn de afspraken die zijn gemaakt, om te weten voordat ze hier komen investeren, dat onderdeel hiervan is. Zoals eerder is aangegeven, we zijn er nog niet, maar we zeker wel een belangrijke stap gezet in de richting van waar we moeten zijn en waar we moeten voldoen om internationaal mee te tellen en ook wel het gevoel van vertrouwen, van transparantie, van waarmee we bezig zijn in het land, te kweken of te geven aan investeerders. Ik wil iedereen feliciteren. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen tot dit geweldig succes. En feliciteren en op het hart drukken dat we verder moeten gaan. Ik sta voor transparantie, ik sta voor duidelijkheid, ik sta voor openheid, ik sta voor goed bestuur. En al deze aspecten zullen moeten ondersteunen, zodat we daadwerkelijk vorm en inhoud kunnen geven aan deze begrippen voor verder ontwikkelen van onze mijnbouwsector en de voordelen daaruit voor Suriname. APPLAUS